Het leek ons een aardig idee dat jij die mensen nou een hart onder de riem steekt om jouw verhaal van jouw coming out eens te vertellen. Nee, serieus? Zou ik dat grap over maken? Ja, je maakt er altijd grappen over. Dat is natuurlijk waar. Maar hadden jouw ouders dat gelijk door? Vonden ze je? Ik geef altijd de tip aan jongens of meisjes dat je moet zeggen dat je verliefd bent. Niet dat je homoseksueel bent, maar dat je gewoon verliefd bent. Dan is het iets moois ook. Dan kom je met een mooie boodschap binnen. Zo heb jij het ook gedaan? Dus ja, ik heb gezegd ik ben verliefd. Oké. Okay. En toen zei je moeder, hoe heet ze? Nee, dus hij heet Ron. Wat heel gek was, want mijn broer... Heet ook Ron. Heet ook Ron. Oh, dat klonk heel Grieks al. Nou, maar twee dingen om te verwerken. Maar het was een andere Ron. Oh, god, zet het toch niet Ron Brandstede dan? Nee. Ik wist dat je daarmee zou beginnen. Nou ja. Laat ze maar lachen. Laat ze maar lachen. Maar dat was niet zo. Maar het heeft toch niet zo lang geduurd met Ron. Maar het was wel... De boodschap was duidelijk. Ja, ja. En zie je die Ron nog? Nee. Nee? Wat is er van gekomen eigenlijk? Leeft hij nog? Ja, geloof het wel. Ja. Een leuke jongen heeft een hele leuke vriend nu. Oké, maar was jouw moeder daar niet een beetje teleurgesteld of bedroefd of wat dan ook? Nee. Ik zei wel van, hou het nog even voor je. Zeg het nog niet tegen mijn vader, want daar was ik wat banger voor. Waarom? Nou ja, gewoon voor zijn reactie misschien. Dat is eigenlijk heel stom geweest, want het heeft, ik geloof 2 dagen geduurd. Toen zei mijn moeder, nu moet je het ook wel gaan vertellen, want ik heb er niet van geslapen. Toen heb ik het verteld, dat was geen enkel probleem. Nee. Ik denk als ouders echt van je houden, maakt het ook helemaal niet uit. Nee. Ze houden toch wel van je. Absoluut. Ja, nou, dat zeg ik nu zo makkelijk. Dat is natuurlijk niet in alle situaties. In mijn geval wel. In jouw geval wel. Maar ik moet je zeggen, ik herken ook wel iets van mijn eigen situatie. Ik zie je, ik ken je natuurlijk heel goed. Je wil mij gelijk vragen, hoe is dat bij jou gegaan? Nee, helemaal niet. Nee. Mensen willen nu heel graag een plaatje. Serieus? Nou, omdat je mijn vriend bent, ga ik het toch vertellen. Nee, ik had ongeveer hetzelfde. Ik heb het eerst tegen mijn moeder gezegd. Want ik was een paar dagen niet thuis gekomen om te slapen. Mensen, wel leuk om te vertellen. De korte versie. Dit is de korte versie. Ja, dit is de korte versie. En op een gegeven moment kwam ik voor de 4e of de 5e keer niet thuis, 's nachts. Leuk, Rick. Even goed opletten. En toen kwam ik de trap op en toen stonden er 2 koffers boven. Nee. Aan de trap. Oh. Kom jij maar eens even binnen en vertel mij eens eventjes. Want ik weet het allemaal al lang. Oh. Voel je die stilte? Wat een schokkend verhaal. Schokkend verhaal. Ja. Ja, jij weet het ook niet. Nee, ga zitten, ik hoor dit ook voor het eerst. Ga zitten in een klein keukentje. Maar we wonen met z'n 5 op 40 vierkante meter. Dat was allemaal heel moedig. Maar goed, dus toen heb ik haar verteld. Toen zei ze tegen mij, ik weet het al lang. Hou niks tegen je vader zeggen. Hoe lang is dat meisje al zwanger? Oh. Ik zeg, oh mam. Ik zeg, wie zegt dat het een meisje is? Nee, dat wil ik allemaal niet. Hoe bedoel je? Ik zeg, nou, jij gaat ervan uit dat het een meisje is. Ja, natuurlijk. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik ben verliefd op een jongen geworden. Precies zoals jouw verhaal eigenlijk is. Wat was de naam? Ron? Dus dat was zo. Maar toen was het daar. Toen zei ze ook nou niks tegen pa vertellen. Nee. Want even een tweetje met jou. In die tijd had je natuurlijk Wie van de 3 op de televisie. Ja, met Albert Mol. Met Albert Mol en die was nicht. Ja. Mijn vader had op zaterdagavond zaten we met de nootjes. Lekker 538 ook. Ja, 538 ook. Ja, maakt me niks uit. Maakt me niks uit. En die had een kleren. Elke keer als die Albert Mol in beeld kwam, zei mijn vader, bah, vieze flikker. Toen dacht ik van nou, misschien, dit is niet het moment. Nee. Laat ik nog een beetje wachten. Ja. En toen was het vrijdag. Dus toen kwam Jos Brink met Werder dan. Verdammet, wat een flikker. Ik zeg, maar, ik wacht nog even.